Hallo mijn hosten hier en welkom bij deze nieuwe video. En ik spreek jullie toe vanaf mijn machtig ros, genaamd Guus. En Guus is een geweldig paard. En hij staat hier, je kan zijn ogen niet zien. Alleen als ik zo beweeg. Maar dat maakt niet uit, want deze video is een video op de Gang server. En de Gang server is een pure survival server. Waarop ik speel met een aantal vrienden. De video die jullie zo gaan kijken, de echte video, dat is samen met Fabian en Thijs. En we gingen gewoon lekker Minecraft survivalen. De andere persoon die op dit moment ook op de server zit is Tom. Die zit alleen niet in de video, maar die zit wel op de server. En dat is super lachen. We hebben gewoon een lekker Minecraft. En dit is een soort van compilatie van de leuke momenten. Het is wel op de goede volgorde. Dus wat we in het begin deden, zit ook in het begin van de video. En wat we aan het eind deden, zit ook echt aan het eind van de video. Zodat jullie ook wel een beetje kunnen volgen wat we doen. Het is dus niet echt een volledige grappige moment waar wel eens geklooid wordt met de volgorde. Maar dit is wel op de goede volgorde. En Guus loopt de tent op. De tent van hout en sandstone. Dat was eigenlijk wat ik wilde zeggen. Ik hoop dat jullie van de video genieten. Laat even een like achter als je het leuk vindt. Dat apprecieer ik heel erg. Arr. En een comment is altijd fijn. En veel kijkplezier. Oké, kijken of ik al die crafting reps precies nog weet. Repeties. Yes. Al die crafting repsedies. Repsedie. Ja. Zeker. Maak eens even nog een leash voor mij. Nee, je kan het zelf maken, joh. Oeh. Ja, zo drie bovenin links een hoek. Wat? En string en dan eentje rechts onderin, één string en in het midden een slijmbal. Een slijm, oké. Dus drie bovenin. Ja, links bovenin. Zo denk ik. En zo'n vorm. En dan eentje rechts onderin. Oh, wat goed. En dan maak je er meteen twee. Wat meterspa. Oké, ik ga even... Maak je ze ook alweer? Ik zei het net. Maar het is zo moeilijk, kom op. In het midden en dan... Een slijmbal in het midden, rechts echt, onderin. En dan, hè? En wat rechts onderin? Rechts onderin doe je een mooie string. Ja. En dan links bovenin doe je drie string. Alleen dan wel in de vorm. Oh, wacht, ik zie het, ja. Ik vind dat we een fatsoenlijk weiland moeten hebben voor onze paarden, want dit is echt... Echt een weiland. Dit is redelijk triest. Nee, ik vind dat als een paard een weiland verdienen. Ik weet niet hoe je jouw paard wil mishandelen. Ja, ik ben het ermee eens. Zo. Maak een hokje van 2x2. Dus. Zo, hier kunnen ze aan vast. Dat hokje is ook heel klein. Net zoals die van jullie, volgens mij. Niet haten. Ja, maar dat van ons is tijdelijk. Ja, dat is temporary. Dat begrijpen ze, weet je. Dat heb ik ze verteld. Voor Guus tijdelijk al, is kotgoed. We moeten even hout hakken. We hebben durret nodig. Hakken. Durret. Hakken. Ik hakken hak alles naar de kloten. Hier, ik heb een sterk paard en een sierpaard. Die mag meedoen aan weilanden. Of aan weilanden. Kom, we doen met z'n allen mee aan weilanden. Bart, je bent zo mooi. Van mij mag je meedoen aan weilanden. Er zit een kip in ons paardenhok. Zelf. Hij wilde zo graag een paard zijn, maar helaas. Hij denkt van, yes, ontsnapt. hoe kan ik de luxe ervaren van hier wonen, maar tegelijkertijd ook een soort van vrij zijn? Hé, ik weet het, ik doe alsof ik een koe ben. Paard. Waterdicht plan. Oh, paard, hij zit bij de paarden. Ja, ze hebben een paard, dat zeg ik net. Oh, ik verstond koeien. Nee. Paard, koei. In de koei. Eén koei, twee koei. Vier koeis. Jouw paard heeft inderdaad behoorlijk veel helft. Ja, echt super veel. Helft. Zit weer lekker met zijn Engels uitspraak vandaag. Soon enough, the monkey will come out of the... Closet. Wow. Oh. Out of the sleeve. Sleeve. Oké, ik moet even het een en ander dumpen. Even if a monkey wears a golden ring, it is een steeds lelijk ding. What the fuck? Als je alle dingen vertaalt, is het zo slecht, hè? Hoe dik ze hol voor someone else? Vols in zelf. Vols in zelf, yes. You should not fish behind the net. Once the milk is out of the cow, you can forget it. One sheep goes over the dam, all the sheep follows. Old cows out of the sloot halen. who says the pot is black? Then verwijt hemzelf. Says it to himself, yes. Yes. Very nice. Oké, ik ga op zoek naar een ezel. Waar vinden we die dingen?
Weet ik niet. Die van mij heet dan Bulldozer. Vrachtwagen Bulldozer. Oh, dan moet ik wel ook een passende naam vinden. Ford, dat mijn droom pas. Ford Transit. Dat zijn van die TNT-busjes. Oh. Ford Transit. Zo heette die kringen. Nee, ik noem hem DeAngelo. Nee, dat kan ook. Vrachtwagen. Ik vind het ook echt wel... Vrachtwagen Bulldozer DeAngelo. Ik vind een Tim. Een naam voor een paard vind ik ook Raymond. Mooi. Dat vind ik een hele mooie naam. Raymond! Zo ga ik mijn paard gewoon noemen in plaats van Guus. Nee, Guus is ook heel cool. Ik zou gewoon Guus houden. Ja, ik heb Guus. Ja, hebt hem al veel dit is Guus. Dit is Guus. Guus. Er komt er wel een tweede, dat is Raymond. En dat is een bekakte, dus je moet wit zijn. Raymond? Dat is geen bekakte. Oh. Raymond! Het is een straat van de straat. Raymond van de straat. Raymond, ruim die kamer nou eens op, joh. Godverdomme. Echt lekker dak, gladiol. Staring at the blank page before you. Looking up the smoke windows. Is that a middle? You cannot taste it. You saw it in the distance. So close you can almost taste it. Release your inner vision. Feel the rain on your skin. Ik hoor de hele tijd release your inner Fisher. En wie heeft nou een innerlijk Fisher? Oh, hey, Fisher. Nummertje, hier. Oei, oe-a-a, ting-tang, balla-balla-bang-bang. Ting-tang, klein zombietje, help! Oh, ik dacht, komt een dikke remix aan, dus deed de beat. Ting-tang, jij denkt dat je stoer bent, ah. Nee. Kut, ik heb mijn paard geslagen. Het weiland is groot. Het weiland is groot. Zo groot, zo groot. Zo bi, ba, boe, la, dief is groot. Ik heb hier boven heb ik een kist, dus allemaal hout in. Oké, hier is het eieren. In die kist mocht dus alleen maar hout. Ja, hebben we hem? De kistie? Ja hoor. Ik maak even een sign, dan zet ik het er even op. Even een sign? Ja. Even een leuke naam bedenken voor de kist. Harold Hout. Dat vond ik een engelig. Alt Hout hier. Ik ga een gigantisch ding... wat allerlei van die vensters maken, zo. Oh, Ja, om ons hele land heen, weet je, om ons weiland. Ons weiland. Onze hele land. Onze hele land, heel mooi. Het Nederlands is ook weer erg, dus je denkt, mooi. In ons weiland moeten dan ook wel twee koeien en twee paarden. Ja, wat? Gewoon mooi. Gewoon voor de sfeer. Dan kunnen we een natuurfilm maken. Natuurfilm. Om mijn paarden zwemmen, check, ze hebben een jacuzzi. Kom eraan. Volgens mij vinden ze het niet leuk. Nee, ik denk het ook niet. De paardenjacuzzi is geen succes. Dan gaat het allemaal weg. Oh shit, er staat er een bovenop. Maximiliaan, wat denk je? Naar beneden, zit! Zit! Naar! Zeg extreem jouw air. Maximiliaan, niet op en neer. Oh, zie jij, hij mist het bubbelbad. Ja, hij wil weer. Nou! Ah, oh, kut, het gaat allemaal fout. Daans. Hey. On second thought, ze zien er wel heel vrolijk uit eigenlijk. Ze zitten helemaal te springen en zo. Helemaal draaien en zo, heel mooi. Hij is zo blij. Volgens mij heb ik een oogje op hem. Wat is dit, Joost? Wat is dit? Wat is dit? Overal waar een trompet doorheen kan, gaat een trompet doorheen. Oké.